Kijk eens wat ze hier binnen gooien. Sella Soe, dag Sanne. Hallo. Heel welkom. Dank je. Ben je een beetje in vorm? Ja, zeker. Je ziet er echt fantastisch uit, dat mag ik wel zeggen. Ja. Prachtige oorbellen ook. Dank je. Ga je die aanhouden op het podium straks? Ja. Je ziet al je podiumoutfit eigenlijk. Eigenlijk wel. Het is eigenlijk wel een beetje too much. Ik had nog moeten afbouwen om op te bouwen naar de show, maar ik heb al alles gedaan nu. Maar alles is beter dan in een vuilzak binnenkomen natuurlijk. Dat zou ik ook dachten. Snap ik. Je komt, als ik het goed heb, recht van Glastonbury, hè? Ja. Dat is zo'n beetje het grootste, ook wel het bekendste festival over de plas. Hoe was het? Oh, het was heel intens, het was zeer muddy ook. Echt superveel regen. Echt? Ja, echt. Amai, en hier is het super droog gebleven ja, eigenlijk. Het was echt super slecht weer daar. Ik moest daar spelen om half één, wat dus half twee is in België. Ja. Om half twee tot drie uur moest ik daar spelen. Wow, dus ik was super moe. Maar over het algemeen was het wel tof. Het was echt gigantisch. Hè. Dat festival is ongelooflijk. Ja. Dat is echt een stad. Dat is zo, ja. En ik las ook vorige week dat de natuurbescherming in Engeland even had gedreigd om het festival stil te leggen als er te veel werd wild geplast. Ah, omdat ja? het blijkbaar echt de natuur daar geweldig veel schade berokkent. Ja, het is echt zo ver weg op de berg, nog daar een tent. En dat is echt absurd eigenlijk. Ja, maar zover is het niet gekomen. Het is niet stilgelegd. Nee. En je hebt ook niet wild geplast, neem ik aan. Nee, ik heb niet gewild. Er was ook veel te doen over de komst van Kanye West daar. Hè? Er was een hele petitie van mensen die vonden dat een hiphopper eigenlijk geen plaats heeft op een rockfestival. Wat vind je daarvan? Echt, op een rockfestival? Ja, ze vinden het. Of de Waar Britten. Dan hier of op... Glastonbury, hè? Glastonbury. Ja, Glastonbury. Een rockfestival. Nee, maar ja, veel Britten vinden dat een rockfestival moet zijn en dat hiphoppers daar niks te zoeken hebben. Ah ja, vind ik raar. Maar je hebt daar niet vijandige reacties gehad? Nee, eerder zo'n elektronisch festival of zo. Echt, al die UK-nieuwe dingen zijn echt heel elektronisch. Ja, ja. Ik las ook onlangs dat je altijd extra nerveus bent als je moet optreden in eigen land, omdat er dan veel volk komt kijken dat je kent. Wie komt er vandaag zoal waar je een beetje nerveus... Ja, is het echt? Mijn mama, mijn buurvrouw, mijn zus, mijn schoonbroer, mijn broer en zijn vriendin. De hele putseis kwam. En een paar vrienden ook. Dat is echt familie, maar voor de rest vrienden ook. Ja. Oké. Wat ik ook altijd afvraag, voor zo'n set op een festival, met ieder nieuwe plaat die je maakt, maakt het dat net makkelijker of moeilijker om een setlist samen te stellen? Ik vind het wel makkelijker, want ik heb 2,5 jaar met één plaat getoerd. En dat was echt uiteindelijk de hel. En nu ben ik zo blij dat ik echt kan kiezen uit twee platen. En dat doet echt deugd. Ik ben echt al aan het wachten op de derde plaats, zodat ik nog meer kan afwisselen. Zo. Ja, je staat ook geprogrammeerd tussen twee hip-hop acts eigenlijk. Tussen, wat is het, Kid Ink en de jeugd van tegenwoordig. Hou je daar op een of andere manier rekening mee? Wel, ik ga wel niet echt zo heel intiem op de gitaar beginnen. Dat is zo eigenlijk vooral, dat is het meeste waar ik op let eigenlijk. Dus heel, heel krachtig, groot beginnen. Zeker ook zo laat, dan zijn de mensen misschien al wat dronken. Dus dan wil je ook niet echt diep willen gaan. Alleen dus op die manier daar wel over nadenken ze. Ja, ja. Ik las ook dat je af en toe wel last durft te hebben als je dan Europees aan het toeren bent. Vooral in Frankrijk en Polen van iets te opdringerige fans. Die echt overal blijven volgen op het stalkerige af. Ja. Ja, is dat lastig? Ja, ik kan daar wel makkelijk. Ik ben goed geëntoureerd voor mensen die ze niet doorlaten dan als ik langskom of zo. Ja. Maar... weet je, zolang als ze niet echt voor mijn deur staan thuis, kan ik er wel mijn leven zo. En dat zou ik ook niet zien zitten. Ik ben wel al bij mijn ouders voor hun deur komen staan. Echt waar? Dat wel, ja. Dat is niet een leuk. Pool. Helemaal van Polen gekomen, een cake en koekjes en zo. En wijn van mijn geboortejaar, die ze dan niet hebben opgegeten, want wie weet zit daar iets raar in. Maar die wilden gewoon misschien jouw huis komen schilderen. Kan zijn, hè? Gewoon een dag komen zeggen. Nee, je huis komen schilderen, dat is wat Polen vaak doen hier bij ons. Ah, ja. Misschien komen kruisen gewoon elke week. Ik zou daar geen nee tegen zeggen. Als die brave jongen dat wil doen, het nuttige aan het aangename koppelen zou ik zeker doen. Nee, ik hoop dat je vandaag een beetje met rust gelaten wordt. Hoe lang nog eigenlijk voor je show? Hoe laat speel je? Ik heb geen idee van tijd eigenlijk. Nee, straks. 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 Wacht, Stijn van de Voorden is het nu aan het opzoeken in het grote naslagboek. Ik wist het uit mijn hoofd. 20:09. 20:09, voilà. Je hebt nog een dikke 3 uur om te chillen. Dus, chillen. Ja. Ga je nog eten voor het optreden of doe je dat niet? Ja, ik ga nu eten, na de promo. Wel, dan wens ik je smakelijk eten en bedankt om langs te komen. En we gaan straks zeker komen kijken. Sella Soe. Dank je wel.